We hebben geconstateerd inderdaad dat ministers na 2010 eigenlijk secretarissen zijn geworden. Mensen die ministersfuncties invullen, maar continu instructies moeten opvolgen van de leiding van het land. En u vraagt, wat hebben wij gedaan? De NPS heeft na 2010 niet meer mogen zitten in de leiding van dit land. We roepen op aan het volk, geef ons mandaat. En we hebben al gezegd, wat de NPS betreft, gaan we naar een nieuwe passie. Een nieuwe passie houdt onder andere in, want u kunt ook helpen dat in te vullen verder, maar houdt onder andere in dat wij moeten komen tot de definiëring van de ministeries in 2025 weer. En dan kan ik me best voorstellen dat er misschien minder ministeries zullen zijn. Dat we moeten komen tot de evaluatie van al de individuen die voor die functies gepolst zullen worden. U zult de deskundigheid in huis moeten hebben. U zult de karakteristieken moeten hebben om zo'n functie in te vullen. En wat ons betreft zal na 2025 we terug moeten gaan naar het geven van het mandaat aan individuen die verantwoordelijk zijn voor beleidsgebieden. En nogmaals moet er een beleidskader geformuleerd worden vanuit de regering in totaliteit, waaraan elke minister zich zal moeten houden. Maar wat dat betreft moet hij de ruimte, hij of zij de ruimte krijgen om zijn werk te doen. We zien een situatie vandaag de dag dat er wekelijks raadsvergaderingen worden gehouden regeringsvergaderingen worden gehouden naast raadsvergaderingen. In een beter functionerend systeem zou je een situatie moeten hebben waar je een vicepresident hebt die inderdaad zijn taken kan uitvoeren volgens de grondwet, die inderdaad kan organiseren dat de raad van ministers haar besluiten neemt. Ik kan me herinneren in de regering van Venetiaan hebben wij als ministers, denk ik, ik kan het verkeerd hebben, maar hebben volgens mij 3 of 4 regeringsvergaderingen gehad in 5 jaar tijd. De huidige regering heeft elke week soms 2 regeringsvergaderingen. Dat betekent dat er iets fout is aan het systeem. Die president en die VP zitten niet op lijn. Want wat die VP heeft beslist met zijn raad van ministers, moet terug gaan 's middags of een andere dag naar de president om bekeken te worden om andere besluiten te nemen die de vicepresident zou moeten uitvoeren. We gaan niet te veel daarover uitweiden op dit moment. Maar dat is een van de problemen in de afgelopen 4 jaar, 5 jaar bijna, waarmee Suriname geconfronteerd is. Het feit dat de top van het land niet in lijn is met elkaar, met alle consequenties van dien voor de ontwikkeling van dit land. Dat, Amos Tjentje 2025, dat na een nieuwe passie, zou wie wanneer ik MPS.